Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik de Fruskistal verreten. Ja, we gaan hem, we gaan ze zetten in een tierlist. Ja, ik heb ook gewoon de owners erbij gezet en een developer aangezien die ook gewoon bepaalde staffuncties uitvoeren, zoals bands en zo. Dus ja, ik ga gewoon eerlijk zijn hoe ik over deze staf denk. En ik denk dat de meeste spelers wel met mij eens zullen zijn hoe de staf op Fruski is. Ja, laten we gaan beginnen van hoog naar laag. Dus dat is de founder Fruski. Ja, we kunnen er kort om of niet om. Maar hij doet eigenlijk helemaal niks voor de server volgens mij. Dus ik zet hem op de D. Ja, wat staf doet zeg maar, want iedereen heeft die perms voor om in-game dingen te doen als staf. Dus spelers helpen, dat soort dingen. Oftewel, kort samengevat, iedereen die in deze tierlist staat heeft perms om spelers te helpen en hackers te bannen. Dus daarop ga ik gewoon echt support naar de spelers. Dus ja. Blaze Cooper zet ik als staf zijnde. Jullie doen het ook expres. Kijk, ik vind het prima als jullie een plot vinden en zo. Eigenlijk maar jullie gaan expres in de end mensen deden killen. Hun ja, zodat zij niet terug kunnen komen. Dat is toch easy tactic. Zodat zij niet. Nou ja, de meeste maps zijn zo snel dood gegaan, vooral door no effort. Ook op de D. Aangezien ja, het enige wat mij high spelers helpt is een gum kopen. Ja, dat is niet echt per se mensen bannen of zo. Dat doet hij soms. Beetje C, D. Maar ja, er moeten ook wat mensen in de D staan natuurlijk. Aangezien er ook heel veel mensen van de staf het goed doen. Zoals Ungums verkopen, daar moet je, stel je bent geblacklist of Fruski, moet je dus naar Blaze Cooper toe. Hij helpt je dan, wil je weer op Fruski spelen. Dus stel je bent geband voor booten, voor doxen. Ja, dan moet je dus geld betalen aan Blaze Cooper om weer op Fruski te mogen spelen. Maar ik zelf ben er niet zo'n fan van. Want ja, eens een booter, altijd een booter. En als je dan Ungum koopt. Ik had het zelf nooit gedaan. Ungum. Dus blacklist, een gum. Dus een gum dus. En dat betekent geen unban mogelijk. Dus ja, dat spreekt ook wel voor zich. Dat als je dat dan verkoopt, dan spreek je het een beetje zelf tegen. Dan gaan we nu naar de admins. Dat is Martijnos en Mindtribes. Laten we maar beginnen met Martijnos. Martijnos heb ik wel goed contact mee. Hij gaf me ook keys in de stream. Hij is gewoon wel aardig. Dus ik zet hem in de A-klasse. En Mindtribes, die zet ik. Ja, die doet het gewoon zo goed. En hij heeft momenteel ook zijn eigen server Foxel, die binnenkort open gaat. Maar ook gewoon hoe hij het doet in-game. Ja, hij managed letterlijk zowat bij. Bijna alles. Dus dat is gewoon een S-tier. Dus de admins, daar ben ik echt zeer tevreden over van Fruski Games. Dus echt een dikke team voor jullie. En laten we gaan naar de mod plus van de server. Dat is Jaspier. Ja, die jongen die doet het gewoon hartstikke goed. Volgens mij zit hij media team lead. En hij is denk ik echt al, zolang ik partner ben op Fruski, is hij ook al staf. Dus hij is ook echt al zo lang staf op Fruski. En hij doet het gewoon goed. Maar ja, ik zet hem in de A-klasse. Dan gaan we naar de moderators toe. Dat is Comfort, Fox3, Milan en Refar. Dus Comfort. Comfort, ja. Die zet ik in de B-klasse. Die helpt mij wel goed. Fox3, die zet ik. Ja, Fox3. Hij doet het wel oké. Dus die zet ik in de C-klasse. Milan. Ja. Ik zit een beetje te twijfelen. C of B. Ah, fuck it. We gaan B doen. En Refar. Die doet het ook goed. Dus die zet ik in de B. Oké, dan hebben we de developer. Die hebben we ook nog. Hey, niks, Cezanne. Hij... Wat? Oh! Hij is bang, hij heeft echt even bang, jongen. Echt. Simgar, jongen, hij gaat het weghalen, jongen. Ik ken hem, hij gaat dit doen. Simgar... Jij krijgt zo... What the fuck? Kies, zeg jij nou. Kut. Hij heeft kies. Allemaal ingeteen. Ah, waar is ze aan? Shit, Exo! Ja, wat die doet, die abused gewoon tering ergens perms. Dat is toch zo'n gekke gast. Die zit gewoon world edit te gebruiken om een beest te bouwen. Dan zijn we nu aangekomen bij de helpers. Dat is Rups, dacht ik. Kou, Beveiliging, Yellow en Wimby. En Ayu was volgens mij junior helper. Wimby. Hij doet op mij wel eens wel vaak op build FV. Maar volgens mij zal hij het wel gewoon oké doen. Dan zijn we aangekomen bij Beveiliging. Hij zal het ook wel oké doen. Kou, ja. Kou doet het wel wat
Peter. En Lil Yellow. Ja, die doet het ook wel. Oké. Okay. Gewoon decent. En Rups. Ik had echt één gekke fitty met Rups. Hier, dit zijn gewoon comments zoeken. Mine was. Like voor 10k in game. Plus de link. Ik typ nergens. Ja, wil jij typ GG in de chat? Of wat dan ook. Blazer, als die mensen spammen, dat moeten ze allemaal zelf weten. Wat zeg je nou? Je laat mensen spammen, je weet dat dat niet mag. Ik laat helemaal niemand spammen. Het is hun. Laat mensen objectief houden. Je laat mensen ik spammen, 2k. Ga maar lekker muten elke keer. Je zoekt redenen, grap. Je wil me alleen maar muten voor BS. Waarom zou ik je willen muten? Nee. Dat wil je wel, jongen. Je zit altijd te zeggen van, nee, ik wil je fact joinen, dit, dat, shut the fuck up. Je zoekt gewoon, gast. Alleen maar... Anders dan members waren erbij. Je zoekt alleen maar shit om het te muten. Stap members waren gewoon bij, Gerlo. Oké, dus die kruipen elkaar toch in het kontje. Oké, ik kick één van jullie als het gewoon normaal... Ja, is goed. Laten we normaal praten. Kijk, weet je wat, toen eigenlijk spammen. Toen zei ik nog in call tegen hun, vinden jullie het mute waardig of niet? Iedereen zei mute. Ja, dus? Stap aan mij, ja. Maar waar baseer je dat dan? Wat zei je? Waar baseer je de mute? Gewoon, ik vind het ook zelf mute waardig als jij niet mute waardig vindt. Maar waarom? Ik kan je onderbouwen. Gewoon, mensen spammen nog steeds. Zo vaak zijn mensen gemute om die reden gewoon. En daar wordt niks aan gedaan. Maar hij doet helemaal niks. Wat zei je? Maar hij doet helemaal niks. Daarvoor, ja, maar wel met bijvoorbeeld 10 kousen. Daar zijn zo vaak mensen voor gemute. Ja, maar dat is toch niet de intentie van zijn message? Ja, als jij dan die mensen raakt, dit is niet de eerste keer dat Gerlof dit geschreven heeft. Nog waar, als ik bijvoorbeeld iemand heb doodgestoken, hè, en ik heb daar 30 jaar voor gezeten, denk je, jij heeft het eerder gedaan, dus hij heeft het vast deze keer ook gedaan. Nee, shut the fuck up, bitch! Ik ga de mute! Fuck jou! Yes! Yes! Hoedje! Lekker Blazer Cooper, ja, dat is Gerlof. Hoppa. Okay. Hoppa. SO naar jou, Ayu. SO naar jou, Blazer Cooper. Maar ik kan mute wel. Hoppa. Ik ga mute. 3. Oh, ik ben nog niet gemute. Ik ga hem even negeren, maar voor de volgende keer. Het was niet zijn intentie om spam. Inderdaad. Dat was er dus geen. Oh. Hij is gelukkig eentje kwijt. Ben je free? Ayu, ik ben free! Maar op zich, hij is best wel aardig nu aan het doen en zo. En hij helpt goed. Is een hele actieve staf. Als iemand me killt, hij belt me eigenlijk meestal meteen als het live is. Dus de A of de S. Het zal het worden. S. Alright. 2 mensen in de S tier. Hebben we Ayu. No effort member, dacht ik. En die geef ik. Nou ja, ik weet niet. Volgens mij helpt hij best goed spelers. Maar mij niet echt heel veel of zo. Ik weet niet. Ik moet het ook gewoon zien hoe ik de support van hem ervaar. Het zal dan ook gewoon net zo zijn met de spelers. En ik denk dat het gewoon B-klasse is. Dus ja, dit is een beetje mijn tierlist van de Fruski staff. Ik denk dat iedereen er wel over denkt. Het is de owners en developer op D. Die hebben gewoon geen verstand van stafzaken. Dit zijn de mensen die zijn okay. En dit zijn de mensen die doen het al decent. Deze doen het goed en deze doen het echt super goed. Zo moet je het een beetje zien. Dus ja, drop even in de comments wat jij hiervan vindt. Ik geef trouwens ook een Optifine Cape weg, dus comment ook even je IGN. Wil jij een Optifine Cape winnen? Je moet alleen wel even geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dus op naar de 4.1k subs. En dit is mijn tierlist. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Drop een like. En ja, enjoy. Tot de volgende video. Ayu, ik ben free!